De acties bij de medische zending MZ zijn geen deel van het volksprotest dat vandaag een week geleden begon. Bondvoorzitter bij de medische zending Roy Haverkamp zegt dat er daarover geen verwarring moet bestaan binnen de gemeenschap. Het personeel is in actie, onder andere vanwege de uitbetaling van de 17% loonsverhoging zonder TWK, die zij overigens pas in juni kregen. De afspraken daaromtrent werden echter niet nagekomen. Er was reeds aandacht gevraagd voor deze situatie, echter heeft het personeel afgelopen donderdag besloten de acties te verscherpen sinds er geen schot in de zaak kwam. Onze zaak is een heel andere zaak. Het heeft niet te maken met dat van die waarmee die groepen bezig zijn. Dit is een heel, we gaan niet twee dingen door elkaar zetten. We zijn bezig met iets dat te maken heeft met de werknemers daar. En daarvoor staan we. Ja. Anders kan je heel boeien krijgen. We weten niet meer waarvoor we gaan. Of we gaan voor die algemene actie. Of we zijn met ons ding bezig. We zitten al met het probleem dat we het geld niet kunnen krijgen. Dat gaan we niet. Maar kosten betalen voor benzine en voor de bus en zo om aan het werk te gaan. En er komt er nog geen resultaat. Dus we gaan afwachten tot het resultaat er is. En dan gaan we, zijn we bereid om weer normaal te gaan werken. Ja. Dat is wat de situatie is op dit moment. Haverkamp legt uit dat zowel de directeur van MZ als de minister van Volksgezondheid een beroep op de bond heeft gedaan om de acties te versoepelen. Het personeel weigert mee te gaan met dit verzoek. De mensen hebben gezegd dat ze gaan niet versoepelen, want als ze gaan versoepelen dan gaan ze langer wachten. Want ze hebben niet het vertrouwen dat die zaak zo snel mogelijk wordt gerealiseerd als ze de situatie gaan versoepelen. Dus ze zeggen ze gaan nog die actie voeren op deze manier. Daadwerkelijk de zaak gerealiseerd is. Door deze actie van het personeel worden alleen mensen die dringende hulp behoeven geholpen. Enkele afdelingen, zoals de ambulancedienst, hebben dispensatie.